Hoi en welkom bij een nieuwe video van jouw Office 365 coach. Mijn naam is Ralf van Hattem en we gaan kijken naar de nieuwe avatars in Teams. Avatars zijn vooral bruikbaar als je even geen webcam aan wilt hebben tijdens je teamsvergadering, maar wel interactie wilt. Dit is een stuk beter dan die saaie profielfoto. Hoe het werkt? Dat gaan we nu zien. Allereerst gaan we een avatar aanmaken. Klik hiervoor op de drie puntjes en open de Avatars app. Kies een basispersonage welke je kan gaan aanpassen. Alles aan de virtuele jou is aan te passen zoals je gezicht en kleding. Is de avatar helemaal naar je zin? Sla hem dan op zodat je het later kan gebruiken in een teamsvergadering. Zoals je hier kan zien kan je er ook meerdere maken. Dus netjes voor zakelijke meetings, maar ook voor de casual day is er eentje aan te maken. Maar hoe werkt het nu in een teamsvergadering? We gaan deelnemen aan een vergadering en klikken op effecten en avatars. Selecteer nu avatars, maar zorg wel dat je webcam uitstaat als je gebruik gaat maken van je avatar. Selecteer je zojuist aangemaakte avatar en voeg optioneel een achtergrondafbeelding toe. Neem deel aan de vergadering en de virtuele jij is nu de deelnemer en zal reageren op wat jij zegt. Ook kan je de avatar non-verbaal laten reageren. Klik hiervoor op de drie puntjes en klik op avatars en effecten. Onder avatar reacties zijn er vele opties mogelijk om je avatar te laten reageren. Volg ons YouTube kanaal voor meer interessante teams en Office 365 video's. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug in de volgende video. Tot ziens!